We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip a card like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. Everybody in the club, bottle full of blood. Mama, I got what you need if you need to fill up blues. I'm in the habit of sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're in the getting blue. You can find me in the club, bottle full of blood. Mama, I got what you need. See the Benz on build. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Yeah, then I roll with Dre, every drama in the club. Goedemorgen, welkom terug bij een nieuwe dagelijkse vlog. Het is ontzettend lekker weer. Het wordt voor mij vandaag de beste dag van de week. Nee, dat is morgen, het is dinsdag. Ik dacht dat het woensdag was. Morgen wordt het de beste dag van de week. Het warmste dag, ze hebben het over 27 graden. Dus dat is wel aardig warm, moet ik zeggen. Maar oké, als het zo is, wie zegt van niet? Dus dat is even heerlijk afwachten voor morgen. Vandaag moet ik nog even 6 uur werken. Van 4 tot 10 afsluiten dus. En dat moet wel gaan lekker. Het is nog 12 uur, Russisch, computer 11:59. Mijn klok 12 uur. Dus dat is nog ongeveer 2,5 uur, dan ga ik weg. En dan werken. Lijkt me logisch. Ik heb verder nog geen plannen. Ik heb verder nog geen plannen voor morgen. Voor woensdag en dan voor donderdag. Ja, morgen vroeg om te filmen bij Joachim. Joachim heeft een nieuw huis gekocht en die wil even wat... luchtbeelden hebben, aangezien hij zijn drone niet meer heeft. Heeft hij mij gevraagd, dus ik ben van de partij. En daarbij wou hij ook een dronie doen. Een dronie is een selfie en dan vlieg je weg naar achteren. Heb ik al een keer verteld, toch? En dan wil hij ook goeie hebben, 150 meter hoog, minstens. Dit wordt een beste, denk ik. Echt, inderdaad waar. Maar dan wordt even uitkijken van hoe, maar ik ga er wel voor. Een goede selfie. Dat doe ik altijd op iedere shot als ik ben. Altijd een dronie. Waarom? Geen idee. Ik heb geen idee. Dat doe ik altijd al. Als ik op een plek ben waar ik al weg ben geweest, dan doe ik dat meestal niet. Maar als ik op een plek ben waar ik nog niet ben geweest, dan doe ik dat. Heel apart, maar zo werk ik. Inderdaad, heel apart. Waarom eigenlijk? Nou ja, die komen meestal toch niet in de vlogs. Die hou ik meestal voor mezelf. Ik had de beelden van gisteren nog even nagekeken met die luchtballon. En oh, dat zijn echt wel mooie shots geworden, moet ik zeggen. Had ik zelf niet verwacht. Vind ze echt vet. Hopen dat er binnenkort nog een keer zoiets gebeurt. Want dat zijn wel mooie shots. Je moet echt zorgen dat jij je drone onder controle hebt. Anders heb je stotterende bewegingen. Die heb ik er wel in, maar dat waren gelukkig de shots die onscherp waren. Dus die hoefde ik niet te gebruiken. Pluspunt voor mij. Dat scheelt weer. Maar echt, vergeleken met een paar maanden geleden. En nou met de drone. Ben ik inderdaad ver vooruit gegaan met het filmen met zo'n ding. En het editen is in een paar weken ook ver omhoog gegaan, moet ik zeggen. Ik denk dat ik nou al kan zeggen dat ik op van level 2 naar level 3 ben met editen. En we zijn nog geen half jaar verder. Pas een paar weken. Dus dan ga ik voor het halverwege level 4. En dan voor het einde van het jaar, van dit seizoen, vlogseizoen, level 5. En level 5 is bij mij een van de hoogste levels. Dan zit je echt op de level van Sam Kolder en Andreas Hem. Dus ja, maar dat zal waarschijnlijk wel nooit gebeuren. Dan moet je echt lang bezig zijn. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint, toch? Wie niet waagt, wie niet wint. Het is tijd, de hoogste tijd, om te gaan naar mijn werk. Dus doggies, ik heb spijt. Jullie moeten naar binnen. En dat heel gauw. Anders kom ik te laat. En dat ben ik niet zo trouw. Reemde wel een beetje dus. Doggies, kom. Naar binnen, Malou. Up, omhoog. En naar binnen. Spullen pakken en gaan. Yes! And I'll be walking right.
Zo, ik heb zelf nog net even lekker iets gehad bij Albert Heijn. Een pakje met van die, hoe heet dat? Kleine gevulde koekjes. De ambachtelijke bedoel ik. Niet zo'n zakje uit de koekieschap. Nee, bij zo'n bakkerijtje weg. Daar heb ik zo'n zakje mee weggehaald. Er zijn al twee weg. Sorry, ik had honger. En zo meteen op het werk, voor ik ga werken, ook nog even één. Of twee, geen idee. En dan zijn ze ook alweer zo'n op. Er zitten maar vijf in. En dan een beetje drinken erbij. Een colaatje. En dan zeg ik, eventjes wat doen. Dus, dat ben ik van plan. Nog een paar honderd meter. En ik ben er. Dus ik zie jullie na die tijd wel weer. Jongens en meisjes, ik zeg tot zo. Aloha. Zo, heerlijk weer thuis. Helemaal mooi. Klaar. Ik ben vrij. Twee dagen. Ik ga mijn drone even uitpakken. Ik ga hem even opladen. Waarom? Morgen vroeg ga ik weer vliegen bij Joachim. Hij heeft een nieuw huis gekocht. Dus hij woont in een nieuw huis. En dan wou hij even wat dronebeelden van hebben. Dus dat is aan mij gevraagd of ik dat wou doen. Tuurlijk wel, jongen. Hartstikke mooi. Hij heeft zelf een drone gehad, maar die heeft hij verkocht. Dus hij heeft nog geen drone meer. Hij wil wel weer een drone. Hij zit te twijfelen tussen de Mavic, degene die ik heb, en of de Phantom 4 Pro. Dus, maar dat is geheel aan hem. Dus dat is geheel aan hem, zijn keuze. Daar ga ik verder niet over. Moet je zelf weten welke je neemt. Degene die jou het beste bevalt. Je hebt de kans om met mijn Mavic even te vliegen. Te bekijken van hoe en wat. Dus dan kun je een keuze daarvan maken. En de Phantom 4. Ja, dan moet je even zorgen dat je iemand kent die een Phantom 4 heeft. Dat je daarmee mag vliegen. Voor de duidelijkheid. Ik heb persoonlijk liever de Phantom 4. Niet voor portability. Maar puur voor de kwaliteit van de sensor die erin zit. Het is een 1-inch volledige full sensor. Een 1-inch sensor. Dus dat is beter beeld. Beter kwaliteit. Een betere nachtopnames. Maar voor de portability heb ik liever de Mavic. Dus daarom heb ik de Mavic en niet de Phantom 4 Pro. Maar als ik een keuze had. Als hier ook een 1-inch sensor in zat. I'm the king. Dan was dit hem sowieso geworden. Dit was hem sowieso geworden. Dus maar echt voor de goede opnames. Neem ik toch liever echt de Phantom 4. Dus misschien dat hij ooit nog een keer gaat komen. Denk het niet. Dus ik ga nou even de batterij opladen. Kijk hoeveel zit deze. 96%. Ah, die kan ook wel een oplaad gebruiken. SD-kaartje moet ik even hebben. Ja, ik heb de goede kant. SD-kaartje blijft liggen. Ontvouw ik hem even helemaal. Batterij erin. Dit is batterij 3. Dat betekent de batterij nummer als Unos er weer in komt. En dan is hij weer klaar voor morgen. Mooi. Batterij even aan de lader. Deze even opzij. Deze twee dingen aan de lader. En dan I'm good to go. De drone daarheen. En daar heb ik verder nog even niks aan dan morgen. Deze twee aan de lader. Dus ik pak de laadsysteem. Down in het sink. Kijk, gaat het lampje branden? Ja. Ik zeg, hij laadt. Controle er nog even aan. Die laadt ook. Die is zo vol. I'm ready here. Ik heb er een beetje gehad voor vandaag. Het is 12:30. 1:25, het is 2:30. En morgen vroeg er weer 9:00 gaat mijn wekker weer. Dus nog geen 8:00 slaap. Ik moet de video nog even verder editen en renderen. Nou, dat kan overnacht wel, dat is geen probleem. En dan morgen vroeg filmen bij Joachim. Dus ik zou zeggen, jongens, als je deze vlog wel leuk vond, laat weten met een duimpje omhoog. En dan hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Met een nieuwe vlog. Geniet van je dag, middag, nacht, avond, ochtend. Wanneer je dan ook kijkt. En dan hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Jongens, meisjes, ik zeg tot morgen. Aloha. Oh,